dit is Suzu. Hij lijdt aan het syndroom van Down en is samen met zijn moeder en broer vanuit Syrië naar Nederland gevlucht. Sinds hier 2 jaar geleden kwamen wonen, hebben ze al in 7 AZC's gezeten. Toch wil moeder Ghanza, oorspronkelijk afkomstig uit Irak, niet liever dan in Nederland blijven. I don't have family in Iraq. Don't have work, don't have home. And what would happen to Suzu? Suzu will live in camp for refugees. Een barre tocht bracht de vluchtelingen vanuit Syrië met een opblaasbootje naar Griekenland. Uiteindelijk kwamen ze in een AZC in Goorn. Hier ontmoeten ze Jacco. En die doet er alles aan om te voorkomen dat het gezin wordt uitgezet. Het is niet alleen gevaarlijk voor Suzu qua gezondheid. Maar ook is het vele geweld in Irak gevaarlijk voor zowel zijn oudere broer als zijn moeder. Het is beste vriend. Ja? Yes. I met hem when I came to Nederland. During 2 weeks when I arrived, I met Jacco and still friend. Omdat Jacco zich zo betrokken voelt bij het lot van het gezin, is hij samen met anderen een petitie gestart via de website zuzumoetblijven.nl. De petitie is goed opgepakt door mensen. Ook gelukkig de burgemeester van Amersfoort heeft zich verdiept in de situatie. En is ook tot de conclusie gekomen dat wat er hier dreigt te gebeuren niet kan. En heeft de minister gevraagd om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om dit gezin asiel te verlenen. Minister Blok heeft laten weten zich nogmaals over de zaak te zullen buigen.